De politie heeft dinsdag een lichaam aangetroffen in een woning aan het Colosseum in Elst, waar de hele dag onderzoek werd gedaan. De politie gaat ervan uit dat het om de 57-jarige man gaat die al vele maanden vermist is. We begrijpen dat het heel veel impact heeft gemaakt op de buurt. En onze wijkagenten die zijn daar heel zichtbaar ook aanwezig. En we zullen ook de komende dagen nog veel aanwezig zijn daar. Dus als er onrust heerst of er zijn vragen, dan kunnen de bewoners altijd zich melden bij de wijkagenten. Volgens anonieme bronnen gaat het om Willem van der Brink. De man is afkomstig uit Zetten en woonde sinds enkele jaren in Elst met de vrouw die dinsdag is aangehouden in deze zaak. In een woning aan het Colosseum in Elst is dinsdag een lichaam aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om de 57-jarige Willem van der Brink die sinds september is vermist. De politie maakte eerder al bekend dat er dinsdag in de woning een 56-jarige vrouw is aangehouden. Het zou gaan om de partner van Van der Brink. Na de aanhouding is het huis doorzocht en werd uiteindelijk het lichaam aangetroffen. Of de man is vermoord en of de vrouw hier een rol in heeft gespeeld, is nog niet bekend. Gisteren hebben we daar onderzoek gedaan en we zijn daar de komende dagen ook nog onderzoek aan het doen in en om een woning aan het Colosseum in Elst. En dat heeft te maken met een vermissingszaak van een 57-jarige man die sinds september 2022 vermist is. En we zijn onderzoek aan het doen of we hem misschien aan konden treffen. En gisteren hebben we daarvoor een 56-jarige vrouw aangehouden. En 's avonds hebben we een overleden persoon aangetroffen. En we moeten nog gaan onderzoeken of dat ook daadwerkelijk de vermiste man is. Omdat we vermoeden dat de overleden persoon om het leven is gekomen door een misdrijf, zijn we daar voor de komende dagen nog onderzoek aan het doen. En er is in de straat ook een PD-unit geplaatst. En zo'n PD-unit is een grote trailer waarin allerlei politiespecialismen samenkomen en samenwerken om onderzoek te doen. En ook om sporen die ze eventueel in en om de woning aantreffen te onderzoeken. Het is een heel groot team van specialisten aan het werk. En al deze specialisten die doen onder andere onderzoek naar fysieke sporen, maar ook naar digitale sporen. De forensische opsporing die heeft daar een hele grote rol in. En zij zijn de komende dagen daar nog wel onderzoek aan het doen. Het onderzoek loopt nog en zal nog enige tijd duren. Want veel is nog onduidelijk voor de politie. We doen nog onderzoek. We doen ook nog onderzoek wat precies de rol van de verdachte is. En we doen nog onderzoek naar of het inderdaad om die 57-jarige man gaat. Dus we kunnen nog niet stellen of die overleden persoon ook daadwerkelijk die man is. Maar dat duurt gewoon eventjes. Dat onderzoek dat heeft altijd even wat tijd nodig. Ik denk dat we aanwezig zijn, dus echt met de PD-unit in de straat, dat dat nog wel een paar dagen gaat duren. En de verwachting is dat we daar misschien nog wel tot eind van deze week staan. En het verdere onderzoek zal ook echt nog eventjes met zich meebrengen. Ja, omdat we alles natuurlijk uitvoerig en goed willen doen. Zo'n onderzoek kan je maar één keer doen en daar willen we echt de tijd voor nemen. Enkele anonieme bronnen wisten ons te melden dat het slachtoffer de 57-jarige Willem van den Brink uit Zetten is. Hij woonde sinds enkele jaren met zijn vrouw op het bewuste adres. Van der Brink had 2 broers en 2 zussen en was vooral bekend als speler en vrijwilliger van voetbalclub Excelsior. Daar zou ook de vrouw in kwestie nog enige tijd hebben gewerkt. We begrijpen dat het heel veel impact heeft gemaakt op de buurt. En onze wijkagenten die zijn daar heel zichtbaar ook aanwezig. En we zullen ook de komende dagen nog veel aanwezig zijn daar. Dus als er onrust heerst of er zijn vragen, dan kunnen de bewoners altijd zich melden bij de wijkagenten. En daarnaast, als er mensen willen praten, dan kan dat ook. En dat kunnen zij ook zelf doen met slachtofferhulp. Die zijn er ook altijd voor hen. Dat het zo lang heeft geduurd voordat Van der Brink is gevonden, wordt niet door iedereen met verbazing ontvangen. Hij was al vaker ineens een tijdje uit beeld en de meeste familieleden dachten dat hij wel een keer zou komen aanwaaien. Zo was hij ook al in zijn jeugd, melden onze bronnen. Er zijn dit jaar in Nijmegen 2,5 keer zoveel bezwaarschriften ingediend tegen de WOZ-beschikking als vorig jaar. Het stadsbestuur verklaart dat deels door de forse WOZ-stijging van gemiddeld 18% in Nijmegen, maar ook doordat WOZ-bureaus flink meer reclame hebben gevoerd. Het een en het ander kost de gemeente behoorlijk wat extra geld vanwege de proceskosten. De gemeente Nijmegen lanceert binnenkort een nieuw actieplan voor de binnenstad. Voor de uitvoering van de plannen is dit jaar en in 2024 jaarlijks €300.000 beschikbaar. Het actieplan Binnenstad van Hartje Nijmegen is samen met bewoners, bezoekers en ondernemers opgesteld. Op diverse manieren zijn er totaal 334 nieuwe ideeën verzameld. Deze nieuwe ideeën zijn de afgelopen maanden geanalyseerd, beoordeeld en verwerkt in het nieuwe actielijst.
Deze brief komt aan de orde in de gemeenteraadsvergadering van 7 juni. D66 Nijmegen organiseert op maandag 5 juni een discussieavond over de nachtvisie. Hierbij gaan ze het hebben over de Nijmeegse nachtcultuur en alles wat erbij komt kijken. Iedereen die mee wil praten is die avond om 8 uur welkom bij Bar Social aan de Van Welderenstraat. Het Nijmeegse café De Opstand organiseert deze donderdag een open mic avond. Hiermee willen ze geld inzamelen voor krakersgroep Jantien. Jantien heeft de afgelopen tijd al diverse panden in Nijmegen gekraakt. Nadat ze recent middels een rechtszaak uit een pand aan de Karregas zijn gezet, heeft de groep inmiddels een pand aan de Broerstraat gekraakt. Ook nu dreigt er een rechtszaak. Mede om die kosten te dekken wordt er nu geld ingezameld. En de gemeente Wijchen kondigt aan dat in het aankomend weekend de eerste kermis van dit jaar weer plaatsvindt in de gemeente. Van zaterdag 27 mei tot en met dinsdag 30 mei staan er weer attracties op de Dorpsstraat van Bergharen. Om 2 uur gaat de kermis open. Ja, dan gaan we naar de kermis. Wat wellicht niet iedereen weet is dat de kermis zijn oorsprong vindt in de kerk. En dit jaar bestaat de Nijmeegse Stevenskerk 750 jaar. En dat maakt dat ook de Nijmeegse kermis zo oud is. Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is dit niet vergeten. Projectleider Ruud Werker vertelt wat er bedacht is om dit te vieren. Nou, in het kader van het 750 jaar bestaan van de Nijmeegse kermis. En dat viel samen zeg maar, met de Stevenskerk. En vandaar werd de koe bij de horens gevat en gedacht van nou dan moeten we ook wat meer rugbaarheid aan geven binnen Nijmegen. Parallel daaraan verschijnt er een boek van René van Hofte, ook over 750 jaar kermis. Wat we voor een belangrijk deel ook als bron hebben gebruikt bij deze expositie. Maar dat is een startpunt geweest. En vervolgens hebben we daar vanuit het Huis van de Geschiedenis gekeken. Op welke manier kunnen we daar nog eventueel additionele thema's of parallele thema's aan toevoegen om er een compleet geheel van te maken. Dinsdag werd die geopend en vanaf vandaag is de expositie over 750 jaar kermis in Nijmegen officieel te bezoeken. Tot 6 augustus is de expositie te vinden in de Marienburgkapel. Als je dus kijkt naar de aspecten die we naar voren laten komen, hebben we eigenlijk panelen, zo noemen we dat, met tekst en foto's, historische foto's. Gebaseerd op 3 verhaallijnen. 1 verhaallijn is de volksvermaak. Als je kijkt naar de kermis zoals die hier ontstaan is, dan was vroeger dansen, muziek. Dat was een heel belangrijk onderdeel, toneel. Daarnaast een andere verhaallijn is de techniekverhaallijn. Veel van de innovaties die zeg maar, in de maatschappij geïntroduceerd zijn, die zijn aanvankelijk geïntroduceerd op de kermis. Dus als je bijvoorbeeld denkt aan een foto of een film, dat werd vaak uitgeprobeerd op de kermis. En vervolgens kreeg dat meer vaste voet in de maatschappij. En de laatste verhaallijn die we hier aan de orde laten komen zijn de exploitanten. Daar hebben we gezocht naar, zijn dat typische Nijmeegse families, die ondernemersfamilies, die we iedere keer op de kermis terugvinden. En daarnaast, wat brengt het beroep van de exploitant van de kermis, wat brengt dat met zich mee? Ook dit jaar komt de kermis weer naar Nijmegen. Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis wil in samenwerking met de expositie een extra programmering toevoegen. Ja, dat is goed dat je dat even ter sprake brengt, want we zitten te kijken om naast de expositie om een randprogrammering te doen. Die randprogrammering zijn we op dit moment steeds verder vorm te geven. Dat zijn enerzijds lezingen die gehouden worden om mensen hier naartoe te trekken, maar ook wat meer achtergrondinformatie te geven over de 750 jaar kermis. Maar daarnaast willen we ook met de Nijmeegse kermis zelf, op het moment dat die hier staat, zoeken we naar middelen zeg maar, om daar iets mee samen te doen. De randprogrammering is nog niet 100% rond. Daar wordt deze week, of dan hebben we daar nog een vergadering over. En daar zal ook uiteraard dat onze aanmoediging hier vermelden is. Zetten we te kijken naar van kunnen we daar nog iets mee doen. Een soort inzegening van de attracties en dergelijke. Dus we zoeken nog even naar de vorm. Maar we hebben zeker plannen om samen met de Nijmeegse kermis op het moment dat hier is, om iets te doen. En dan het weer. Ja, en dat is nog niet helemaal wat we zouden moeten hebben in deze tijd van het jaar. Maar tegelijkertijd mogen we ook weer niet klagen. Het weerbeeld is stabiel, met veel zon, geen regen en temperaturen die langzaam steeds verder iets oplopen. Vandaag was het nog zo'n 17 graden en morgen wordt het al zo'n 18 graden. De rest van de week blijft het droog en vrij zonnig. In het weekend gaan de temperaturen weer over de 20 graden heen. En op tweede Pinksterdag kan het zelfs lokaal weer even 25 graden worden. Niks te nuilen dus.
Ja, en tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Heb je zelf voor ons een tip voor de nieuwsredactie? Stuur hem dan even een mailtje naar redactie@rn7.nl. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!